Bie de Boer wordt mede mogelijk gemaakt door Beleefstad Appingedam, Abiant, Boerderijwinkel Daninga en John Breider Landbouwmechanisatie. Dit hier om mij heen is Midwolde, vlakbij Leek. En daar heeft Joost Alssema een veehouderij. Dan zeg je van, nou ja, lekker belangrijk, daar zijn er wel meer van. Dat klopt. Maar Joost is niet alleen boer, hij is ook bankier. Dus hij heeft een dubbele job. Hij begint op de boerderij 's ochtends, pak je aan en op naar de bank. Ja, dat vind ik nou een mooi verhaal. Goedemorgen. 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 Goedemorgen ook. Goh, wat mooie. Super hè? Mooi Joost. Goedemorgen Rob. Zo de mythe joh. Dus dit is het? Ja, dit is onder constructie. We zijn bouwen. Hobby hè? Eigen beheer. Oh ja, echt waar? Bouwstel? Ja, het was oude stal. En nou ja, was nodig toe aan vervanging. Goh. Hey, ik vind, jij bent boer en bankier, hè? Klopt, klopt. Gaan we eerst even over de boerderij, hè? Is best. Gezellig. Ja. Leuk, man. De Algeehoeve. Algeehoeve, ja. Algeehoeve. Ja. En waar komt dat vandaan? Ja, dat zijn de oorspronkelijke grondleggers van het bedrijf. Annemarie en Geert, als ik het goed heb. Het is geen familiebedrijf. Mijn ouders zijn geen boer. Maar... Jij bent boer geworden? Per ongeluk boer geworden, zeg ik altijd. Ja, klopt. Oh ja? Ja. Hoe word je dat? Hoe word ik dat? Nou ja, eigenlijk is het wel... nou ja, zeg maar, het was een maatschap tussen twee ouders en... of twee zoons en ouders. En dat ging niet helemaal goed. Dat hoor je al vaak in de agrarische sector. En ik kwam hier vroeger altijd als klein jongetje en zeiden van... we hebben eigenlijk een doorstart gemaakt met het bedrijf. Nou, ja. Nou, kom op. Is het een beetje te combineren? Het is goed te combineren. Nou moet ik wel zeggen, het eerste jaar, het bedrijf had echt wel weer een update nodig. Toen stond ik hier 's morgens vroeg en 's avonds laat en tussendoor mijn andere werk. Nou, dat was nog wel eens heftig. Nou, dat kan me wel voorstellen ook. Ja, lange dagen. Maar ja. Ja, als je het plezier in hebt, dan kan dat ook. Ja, en dat heb je denk ik. Ja, 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 super. Vast erop. Ho! Tuig! Hij zit te lachen, jongen. Prachtig. Ja, dat is onze laatste aanwinst, Rob. De machine op die jongen? Ja, nou ja, nee, de machine. Ja. Wat is dat? Het lijkt een robot, is dat ook zo? Zelfrijdende voerwagen. Ja. Ja. Ja, maar het voeren was hier best wel een intensief proces. Eerst kuilhappen en dan met de voorlader in de voerwagen. Nou, dat duurde ongeveer 1,5 à 2 uur. En met deze wagen zijn we een kwartier klaar. Oh, kijk. Ja, super. Dat is andere koek. Ik was vorige week op een geitenboerderij, die had ook zo'n ding rijden. Ja. Het heeft heel veel rust, hè? Ja, 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 ja. We werken hier met veel vreemde arbeid. Dus dan is het wel belangrijk dat je in ieder geval het proces kort hebt. Ja. Efficiënt. Vreemde arbeid betekent mensen van buiten. Ja. Ja. Ach, kijk. Ja, dit vind ik toch altijd een mooi moment. Hallo dames. Hoeveel heb je er? Ruim 140. Ja. Oh, dat is echt een volwassen veehouderij. Ja, we hebben een beetje opgeschaald de laatste jaren. Toen ik hier kwam, zeg maar, mokken ongeveer 8, 9 ton. We zitten, gaan dit jaar naar 1,2 miljoen. Dus zo. Er zit nog een beetje muziek in. Ja. 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 Mark. Wat doet die? Messchuiven. Oh, dat is een messchuivertje. Ja. Pieter heeft twee kinderen. Die zitten er wel eens bovenop, ja, als hij dan schoon is. Maar, en een rondje door de stal. Dus als je nog wil, Rob, dan... En wie is Pieter? Pieter is mijn compagnon. Die is 1,5 jaar geleden, ik ben 3 jaar geleden, heb ik die doorstart gemaakt. En na 1,5 jaar is Pieter, toen ik ook wat financiële stabiliteit kon bieden, is Pieter bij ingestapt. En we zijn nu bezig om een nieuw contract vorm te geven dat hij ook onderdeel is van dit bedrijf. Ja, okay. Goede mensen zijn lastig te vinden. Ben jij de enige in Nederland? Nee, denk ik niet, hè? Boeren en bankieren? Nee, ik heb nog twee collega's. Die doen dat ook? Ja, die doen hetzelfde. Ja, die doen het zelf nog ruiger dan ik, want die melken 's morgens nog. En dan gaan ze, ja, dat is voor mij... Dat is niet te doen? Nee, dat is gek werk. Dat wil ik ook niet. Nee. Nee, dus jij doet een beetje het management dan van het bedrijf of zo? En Pieter de dagelijkse gang van zaken, gaat het zo? We hebben dat strak gescheiden. Ik doe het financiële gedeelte en onderhandelingen en ik maak het rantsoen in samenspraak met de voerleverancier. En Pieter doet de rest, uitvoering. Ja. Ik spring wel bij en de bouwerij leidt wel wat af, dus dat proberen we dan samen te doen. Nou, ja. Ik vind het ook wel bijzonder om nog zo zwaar te investeren, van buitenaf ook nog, in een sector waarvan een heleboel mensen zeggen van nou die heeft amper meer toekomst. Ja, ik kijk er toch wel wat anders naar. Kijk, de tendens is wel zeg maar dat de gemiddelde leeftijd wel wat 55 plus is. Alleen ik zie ook wel zeg maar dat de komende jaren de melkveehouderij wel wat inlevert en dat biedt ook wel weer kansen. Ik denk als ik ben hier ook ingesprongen. Het is wel topsport, maar op het moment dat het lukt zeg maar om de tent goed neer te zetten en scherp te boeren, dan is er denk ik nog best wel mogelijk. Ja. Goh, en dan zie jij deze levende haven. Jij bent natuurlijk een cijferman. Ja. Doet het je dan ook wat? Of me wat doet? Ja. Het vee zelf. Het vee en het... Ja, kijk, ik denk zeg maar... Ja, ik vind het prachtig. Iedereen zegt ook wel, hoe combineer je dat? Nou, ik vind de combinatie zelf prachtig, want ik heb twee hobby's die ik heel leuk vind. En ik denk zeg maar, doordat ik met vreemde arbeid doe, dat dat de kracht is van dit bedrijf. Ben jij daar nou een bar aan het bouwen? Ja, we zijn een bar aan het bouwen, ja. Echt waar? Ja, je moet hobby's en privé goed combineren, zeg ik altijd. Dus, wij konden een bar op de kop tikken. Dus ik denk, nou, hoe zou dat nou mooi zijn als je aan het bier zit en over je eigen vee kan uitkijken. Dus, ja. Nou, dat is een project. Aftimmen en klaar. Ja, dus je maakt er ook wel een feestje van. Ja, tuurlijk. Dat moet ook. Ja. Hoe oud ben jij eigenlijk? 37. Wat een jonge vent, man. Even naar het café. Zo. Dus dit wordt het? Dit moet worden, Rob. Ja. En dan hazes aan. Zoiets, ja. Een bruin café. Is dit een biertank? Nee. Zou kunnen. Maar overweeg het wel. Misschien gaan ze wel meer melk geven dan. Maar, Zo, het staat je wel. Ja toch? Misschien de volgende keer de combi van... Ja, dan is het dus nu officieel boer, bankier, barkeeper. Ja, nou, ja, het is eigenlijk een beetje... Pieter, halve liter is het dus... Pieter! Oh ja. Het zal ook ergens wegkomen, denk ik. Ja, meestal komen dat soort dingen niet vanzelf. Nee, je moet wel bedenken om de jongens een beetje aan het werk te houden hier. Hè? Dus, en dan op vrijdag. Ik weet niet of dit bevorderlijk is of dat het afremt, maar. Daar kom je wel achter. Maar waar een uitzicht zometeen, als het hockey klaar is. Oh jongen, geweldig. Moet je kijken. Wat handig. Ja, super hè? Ja, staat die erop? Nee, die staat er niet op, die hebben we erop laten maken. Echt waar? Ja. Dus dan kun je... Ja. Ja, ik vind het de vinding van de eeuw. Ja, wij zeiden ook van we vragen je patent op aan, want dit hadden we nog niet. Wil je nee, maar, ja, als je wat zo gesmeren zo'n ding. Wij vinden het fijn om een beetje netjes te werken. Dus ja, hou je ook een beetje rust in je hoofd dat het al een beetje schoon is, zeg maar. Geweldig. Goedemorgen. Goedemorgen jongen. Hoe bevalt het je? Maar prima. Ja? Hey, en kun je een beetje met de bankier overweg? Ja, dat gaat best. Oh ja? Ja. Ik vind het wel heel bijzonder. Vond jij het ook bijzonder toen je het hoorde? Boer en bankier? Nee, ik denk niet dat het bijzonder is, maar ik denk dat het een leuke combi is. Zeker met ons tweeën. Ja. Hartstikke leuke combi. Ja. Jij gaat voeren nu? Ik ga voeren, ja. Nou, laten we even zien met dat ding. Je reed ons net bijna plat, hè? Dat was opzet? Nee, oh. Ik verwacht niet dat mensen achter me langs rijden, of achter me langs lopen. Dus. Nee, is goed. Dan is dat goed, ik heb gelukkig een camera, ik zag je op tijd. Dus. Oh goed, nee, dan hoeven we niet naar de politie en zo. Nee, dat gaan we goed. Nee. Goed, volgens mij wordt de restvoer nou weggehaald. Dus. Oh, dat is goed. Nou, ze hapen er ook meteen in. Vers voer. Ja, dat werkt ja, vers voer. Ja. En eigenlijk, hij mengt alles. Wat is dan precies de besparing hiervan? Nou, wat we doen is proberen zoveel mogelijk eigen ruwvoer in de koe te krijgen. Dus we voeren mais en gras. En dan lasagnekuil, alle sneden het hele jaar door hetzelfde. En dan proberen de rest via krachtvoeren, computer doen, voer nog wat luzerne en de mineralen. En op het moment dat we veel ruwvoer in de koe krijgen, hoeven we wat minder te sturen aan de krachtvoercomputer. Ja. Hypermodern. Nou, ik denk dat dit wel een beetje de toekomst is. Ja. Ja. Ik ben hier voor het operationele, praktische. Maar ik denk dat het wat dat betreft ook echt een mooie combinatie is, Joost en ik samen. Joost voor het zakelijke. Maar ik kan me hier en daar nog eens een keer wat afremmen, denk ik, als ik iets te snel wil. Maar ik denk dat echt, als je ziet wat we in een paar jaar tijd bereikt hebben, nou, dan denk ik, ja, ik denk dat dat wel de kracht is van ons samen. Ja, ik zie nog zo'n kracht staan. Is dit ook de toekomst? Dat denk ik wel. Als je allemaal van zulke hebt, dan, ja? Ja, dan wordt dat wel de toekomst, ja. Wat heb jij een verbeten blik op dat ding, joh. Ja, sorry. Zo, je lijkt Verstappen wel. Bloedserieus. Ja. Ben jij boerendochter of niet? Nee, dat niet. Helemaal niet? Nee. Nee, mijn ouders hebben thuis geen agrarisch bedrijf. Maar bij mij in de familie wel veel en zo is dat ontstaan. Ja, je bent er wel. Je vindt er je weg wel in, als ik het zo zie. Ja. Goh, hoe lang werk je hier al? Nou ja, ik loop hier stage vanaf het begin van het jaar en ik melk hier ook een aantal avondmelkingen in de week. En als het jou ligt, gaat het nooit meer over? Nee, ik zou ook niet weten wat ik anders moet doen. Ja, dat is toch fantastisch? Ja, ze stuurt ons dat niet aan. Dat, nee, nou, heel goed. Zeg jongens, veel succes. Wij gaan even dus naar de cijfers kijken. Super. Op de bank. Toch? Goed zo, ja. We gaan die kant op. Nou. Kijk eens. Hoppa. Ik kan al wel zien dat ik boer ben, toch? Ja, nou, nu ben je toch wel een bankmannetje, hoor. Ja, maar dat is niet, denk ik. Laptopje. Ja. Ben je veel op kantoor? Liever niet. Nee, het is voor mijn collega's beter en voor mijn klanten, denk ik ook. En jij bent agrarisch bankier. Agrarisch specialist, klopt. Just. Ja. En hier zitten al de andere agrarisch specialisten ook? Ja, ze hebben ons wel een beetje weggestopt, Rob, want... herrieschoppers zeker? Ja. Ja, maar dat zul je vast herkennen. Ik wist het. Ja. Hey, we hebben een super mooi team. Maar ze willen ons liever een beetje wegstoppen bij de bank. Is dit jullie hele agrarische afdeling? Ja, dit is alleen van Groningen, Friesland en Drenthe. Echt waar, joh? Ja. Goedemorgen, boeren! Goedemorgen. Goedemorgen. Dossiers, wegwezen. Ja, jongens. Goedemorgen. Ik heb Joost meegenomen. Ik heb hem onder een koe weggetrokken. Ik zei, en nou aan het werk. Joost, aan wat tijd? Tot tijd dat een keer aan het werk gaat, hè? Ja. Zo, wie is nog meer boer hier? Of zijn er boeren onder jullie? Ik ben ook boer, ja. Ben jij ook boer? Ja. Nee, niet jongen. Ja. En waar dan? Ik zit in Winsum, ja. Veehouderij, akkerbouw? Veehouderijbedrijf thuis, ja. Ja. Ik loop hier stage, dus ik werk hier in principe niet. Hè? Of werk wel, maar ik loop hier stage. Ja, je bent aanwezig. We hebben thuis ook een melkveebedrijf inderdaad. Oké, en jij bent vanmorgen al aan de slag geweest? Ja, vanochtend ben ik nog heel even achter geweest. En toen ben ik hier naar de bank geweest, of gegaan. Dus in principe hebben we 's ochtends, doe ik in principe niet heel veel. En dan s'avonds als ik thuis kom, dan doe ik het werk thuis. Dan moet je nog even aan de bak. Ja. Hey, dat zie je een beetje uit, zeg maar. Dat zie je een beetje uit. Ja. Dat doet Joost ook, hoor, trouwens. Ja, dat maakt. Dat toch? Bijkomen van een zware week. Ja. Bijkomen. Pittig. Huh? Ja. Hey, maar is dat wat je wil als bank? Wat zeg je? Boeren als bankier? Nou, Joost op zich geen boeren bankier hebben. Maar je moet wel jongens hebben die een beetje betrokken zijn bij de sector natuurlijk. En... ja, ik zeg altijd, eigenlijk zijn wij boeren die toevallig bij de bank werken, zeg maar. De anderen zijn allemaal bankiers die toevallig een sector doen en wij zijn boeren die toevallig bij een bank werken. En daarmee omschrijf je het wel, denk ik. Die betrokkenheid is groter dan andersom, zeg maar, in andere sectoren. Kijk, je ziet die jongens ook geen carrière binnen de bank maken, dan gaan ze weer buiten de bank, hè, als ze wat anders gaan doen. Dus, maar ze willen gewoon in de sector blijven, zeg maar, actief blijven. Bij een bank kun je dan niet zo heel veel verder. In Amsterdam zijn weinig boeren, ja, er zijn misschien wel boeren, maar zijn andere boeren, zeg maar. Ja. Ja, niet de boeren die wij zoeken, zeg maar. Nee. Heb jij ooit de ambitie gehad om boer te zijn? Ah, nee, niet echt ambitie. Ik heb wel boerachtergrond, boerenzoon, Hoog Lammerschool gedaan, dus, maar nooit echt zelf de ambitie gehad. Nee. Wat vind je van de stap van Joost, een paar jaar geleden? Ja, ik weet Joost, daar ben ik Joost en ik denk dat we ook al, het is een intensief leven, laat het zo zeggen. Ja. Jong gezin, drukke baan. En dan ook nog aan mijn bedrijf daarnaast. Nou, dat vind ik wel knap hoor. Heb je het hem afgeraden? Nee, ik heb het niet uit. Nee, hij luistert ook niet naar mij, dus dat is niet zo heel veel. Had niks geholpen. Wat zeg je? Dat had niks geholpen. Nee, bij dat zin. Nee. Ik heb het niet afgeraden. Nee, ik denk, ik zou het ook niet afraden, zou ik het afraden. Het is wel intensief, maar goed, ja. Hij kreeg die kans. En ik denk dat die kans dan op die manier ook wel uitgepakt. Ja. Dus. Nou, ik ga jullie rustig aan het werk laten. Want de omgeving... Heb je al een kop koffie gehad erop? Nee, die wil ik nog wel graag. Die pik ik nog even mee. Dat is goed. Maar de omgeving van het boerbedrijf is dan toch wat inspirerender. Ja, vind je? Ja. Oh joh, dat moet je echt wel aan doen. Hè? Nou, kun je niks aan doen. Het is gewoon zo'n zakelijke werkplek. Ja. Maar het ziet hier dan niet echt zakelijk uit met paletten en die dingen. Nee, ik moet zeggen, als ik zo rondkijk, vond ik de stal ook wel heel erg netjes. Ja, kijk. We hebben nog zo ons best gedaan hier om alles op te ruimen. Hebben jullie ook nog alles opgeruimd? Oké. Misschien moeten ze ook zo'n robot hebben, jongen. Ja, dat lijkt me beter. Ja, zo'n mestschuiver. Jongens, werk ze vandaag. Rap, jongen. Hey. Mooi, hè? Mooi. Tot kiekers. Bie de Boer wordt mede mogelijk gemaakt door Beleefstad Appingedam, Abiant, Boerderijwinkel Daninga en John Breider Landbouwmechanisatie.